Kasteel de Keverberg in Kessel heeft hulp van de gemeente nodig om te kunnen blijven bestaan. De gemeente Pelema stelt 75.000 euro beschikbaar om de financiële tekorten op te vangen. Al enkele jaren heeft het kasteel het moeilijk. Eigenlijk zaken we dat al vrij snel na de opening. Uh, 2018 was het eerste jaar dat we eigenlijk al een beetje verlies leden. En dat zit hem in het feit dat dat uh, breed scala aan activiteiten. Sommige uh, zaken zijn commercieel interessant, verdienen we geld mee. Maar ook heel veel dingen, daar verdienen we geen geld mee. Maar daar moeten we wel veel tijd en energie in steken. Alleen dat is een bewuste keuze die niet alleen wij maken, maar die ook de gemeente van ons heeft gevraagd vanaf het begin. Dit gebouw, hè, gebouwd door de gemeenschap, gebouwd door de mensen van Kassel, uh, moet moet. Uh, meer zijn dan alleen maar een gesloten commercieel iets. Dan moeten de mensen voor heel veel dingen terecht kunnen. Dan moeten kastelnaren eigenlijk iedere dag binnen kunnen lopen. Ook voor een tas koffie of voor een lekkere lunch. Dus dat, dat uh, impliceert ja, dat we heel veel dingen organiseren die niet per se geld opleveren, maar die wel belangrijk zijn voor de gemeente en de gemeenschap PLM's. In de Tweede Wereldoorlog werd het kasteel een ruïne. In 2015. Werd het markante gebouw na een jarenlange verbouwing opnieuw geopend? Meer dan 25.000 uren staken vrijwilligers in het project. Nu wordt het gebruikt als evenementenlocatie voor vergaderingen en horeca. Vanwege de grote maatschappelijke en culturele betekenis vindt het college het belangrijk om het gebouw te behouden. Je kunt zoiets niet, niet heel koud en zakelijk kijken van het bedrijf, het bedrijf wat er nou zit is, is niet rendabel, we moeten de stekker eruit trekken. We hebben gekeken naar de historie, we hebben gekeken naar wat er gebeurd is hier in het verleden en wat de toekomst voor dit, voor dit pand is, want het is natuurlijk een geweldige locatie. Maar dan moet er wel wat veranderen. Het kasteel heeft bijvoorbeeld plannen om vooral de vergader- en feestlocatie voor bedrijven verder uit te bouwen. Aan eigenlijk lagen die plannen er al in 2019, dat zagen we toen al aankomen. En met name op, op twee fronten hebben we kansen. A, is het de ontwikkeling van de zakelijke markt, dus meer bedrijven hier naartoe halen voor vergaderingen, feesten, evenementen. En het andere is ook de, de, de daghoreca. We hebben een nieuw hoorca-concept ontwikkeld, wat we eigenlijk graag in de markt willen zetten. Alleen in 2019, toen we die plannen zo'n beetje klaar hadden, toen kwam corona en toen is eigenlijk de boel twee jaar op slot gegaan. Ja, hebben we dus niks kunnen doen, geen bruiloften, geen uh, bedrijfsfeesten. Maar vervolgens zijn we ook nog twee jaar aan het herstellen van die corona-effecten. Uh, het derde jaar, zeg ik altijd, was misschien nog wel erger. Uh, na de corona was het misschien nog wel erger dan die corona-jaren zelf. Want uh, toen moesten we helemaal weer bij nul beginnen. Uh, bruidsparen stonden nog niet uh, te popelen om weer een bruiloft te organiseren, want men wist niet... Ja, hoe lang duurde het voordat we weer dichtgaan? Dus dat was eigenlijk nog het moeilijkste. Dus eigenlijk zijn we, hebben we vier jaar echt last gehad van de coronacrisis. Dat heeft ook de financiële reserves enorm aangetast. En op dit moment zijn wij we weer op dat punt van 2019 waarbij we weer vooruit kunnen kijken. En weer plannen kunnen maken hoe we de boel uh, ja, wel weer rendabel kunnen gaan maken. Een nieuwe start dus. De stichting heeft naast financiële steun ook aan de gemeente gevraagd om mee te denken over haar toekomstplannen. Natuurlijk uh, is, is dit geen, uh, geen standaard uh, horeca bedrijf. Dus hier moet wel goed over nagedacht worden. Hoe kun je in de toekomst hier uh, winst uit gaan halen? Hoe kun je dat rendabel houden? En uh, de, uh, de mensen die hier mee bezig zijn hebben daar hele goede plannen over. Diverse scenario's. En die willen wij graag met hun bespreken. Van, ja, wat, wat zou in jullie ogen de beste zijn? Wat zijn onze ogen de beste zijn? En hoe kunnen we het zo mooi mogelijk uh, laten bestaan? We gaan ook echt een aantal scenario's bekijken, samen met de gemeente. Uh, alleen daar staan we nu aan het begin daarvan, dus je kan daar niet heel veel over zeggen. Maar uh, een van de scenario's is natuurlijk doorgaan met dit concept en dan twee, drie jaar de tijd krijgen om het, om het, om het helemaal op de rit te krijgen. Maar nou goed, er zijn ook andere scenario's mogelijk. En uh, uiteraard wil een gemeente het hele verhaal bekijken. Nou, dat gaan we samen doen, dat gaan we uitwerken. En uh, dan zullen de keuzes iets later dit jaar daarover gemaakt worden. Er zal nog een periode nodig zijn om de exploitatie helemaal op orde te krijgen, maar wij gaan ervan uit dat dit bedrag voorlopig voldoende moet zijn en dat we hiermee verder kunnen.